Abe, we zitten hier aan de rand van je werkplek, zeg maar, waar je normaal 20, 30 uur per week vertoeft. We missen drie bootgenoten van je, want die konden er op dit moment van het interview helaas niet bij zijn. Dus heel fijn dat jij erbij bent. Is het ook wel zo rustig zonder die drie anderen erbij? Nou, ik denk dat als groep zijn we allemaal wel rustig. Dus van drukte eigenlijk geen sprake. Oké. Dus is dat ook jullie kracht? Zeker, dat was in Tokio wel even nodig. Als je de rust daar niet behield, dan loopt alles in de soep. Ja. Maar jullie historie gaat nu al terug, want jullie waren natuurlijk in 2019 waren jullie wereldkampioen geworden. Is dat ook zeg maar jullie kracht dat jullie als ploeg zeg maar, zo lang gewoon rustig bij elkaar kunnen blijven? Ja, de rust kwam eigenlijk pas dus na dat WK. En daarvoor toch lang in onzekerheid geleefd of we echt het juiste aan het doen waren. En in 2019 kwam de bevestiging en ja, was het eigenlijk heel makkelijk om vanaf toen de rust te bewaren. Oké. Is de coach, Ilko was net hier, is hij de, zeg maar, af en toe de drukte of is hij ook de rust? Nou ja, Ilko zet de druk erop, maar niet op een drukke manier. Dus het klinkt bijna Cruyffiaans, maar Ilko die duwt ons wel tot het uiterste. Maar het is niet op een hyper of op een ongecontroleerde manier. En voor de magie hebben we Diederik Simon om een beetje af en toe ergens rechts af te slaan waar je dacht dat je links af ging of zo. Is dat hun rolverdeling? Want je zegt net inderdaad, hij is natuurlijk goud heeft hij gewonnen in 96 en hij is nog een keer sportman van Amsterdam met Michiel Bartman samen geworden. Toen werden ze met z'n tweeën sportman. Is hij die magier, zeg maar, zoals je dat zegt? Hij is de magier, ja zeker. En in welk opzicht is hij de magier? Ja, toch ook echt heel erg ervaring in het roeien en altijd een manier vinden om toch zijn punt duidelijk te maken. Heel veel met beeldenissen en zinspraak, daar is Simon echt van. En Ilko is echt ervoor zorgen dat alles staat. Ja, moet je dat ook snappen als sportman, zeg maar, die beeldspraak en hoe hij dan coacht, zeg maar. Moet je dat snappen, hoe iedereen coacht? Ik denk dat hij het op het sowieso wel duidelijk maakt, dat hij links of rechtsom, hij komt er wel bij zijn punt. Ja. Okay. Het EK was geweest, toen werden jullie tweede. Was dat een eikmoment voor zeg maar, de maanden die er nog resten op weg naar Tokio om te zeggen we gaan het anders doen of, ja, of we gaan door op deze weg? Nee, zeker weten. Ja, dus echt om tafel gezeten, echt goed geanalyseerd van waar is nou allemaal misgegaan. Want nou, we hadden zowel vanuit de coachstructuur als vanuit de roeiers hadden we echt wel punten waarin we dachten van dit is niet hoe het moet gaan. Dus zonder dat EK geen Olympisch goud. Als we hetzelfde hadden gedaan voor de Olympische Spelen, dan was het ook niet goed gekomen. Okay, dus wat dat betreft kwam het mooi op tijd. Ja, zeker. We waren er tussen het EK en de Olympische Spelen. Er waren nog wat World Cups volgens mij. Ja. Ja, en toen eigenlijk echt super goed gepresteerd onder zware trainingsdruk in Luzern. Eigenlijk totaal onverwachts. Eigenlijk een heel fijne manier van presteren, omdat we er vanuit onszelf helemaal geen druk op hadden gezet. En dan toch het klaarspelen. Oké. Okay. Oh. Hey, jullie bootindeling, want jij zit dan op 3, zoals het dan... Op 2. Op 2? Sorry, Je rekent vanaf de punt. Je rekent vanaf de punt. En Dirk zit achter jou, die zit op hoeg. Op 1. Die zit dan op 1. Ja. Tonen zit voor jou. Ja. Tonen die zit natuurlijk inmiddels al duizenden uren voor jou. Ja. Kan je de nek van Tonen een beetje uittekenen als ik het nu zou vragen? Je hebt je pen en papier. Ja, zeker wel. Maar Tonen en ik die zijn dus van dezelfde roeivereniging aan de Amstel, Willem III. Ja. Dus wij roeien echt al. Ik roei al 12 jaar met die jongen. En vroeger was dat altijd dat hij naar mijn nek moest kijken. Dus hij zal mijn nek ook wel in zijn geheugen geven. Oké, kunnen we een keer een tekenopdracht van maken. Ja. Dus, Koen zit op slag. Ja.
Die zie ik niet hoor, achter tonen langs. Nee. Als je het überhaupt al ziet, vanwege het melkzuur en zwart voor je ogen. Maar wie bepaalt uiteindelijk die indeling? Waarom hij op slag zit en Dirk niet? Nou, dat hebben we geprobeerd. Maar uit trainingen is gebleken dat dit het beste ging. En dat is een beetje vanuit de roeiers, een beetje vanuit het coachen. Ja, dat lost zichzelf op. Oké. Hebben jullie in aanloop naar, want het WK 2019 en het EK, zaten jullie in dezelfde line-up, in dezelfde opstelling? Ja, niks veranderd sinds het EK van 2019. Ja. Oké. Waren jullie in Tokio de team to beat? Zeker. Ja? Merkte je dat nog aan? Ik bedoel, je kon niet heel veel natuurlijk met concurrenten bij elkaar zijn, omdat het natuurlijk allemaal streng protocolair was door corona. Maar merk je aan de Italianen of aan de Australiërs, zeg maar, of de Engelsen, dat die wel kijken naar jullie? Niet heel erg op gelet. Wij als ploeg keken eigenlijk altijd naar de Italianen als ploeg te beat. Zij werden Europees kampioen en hadden echt een verschrikkelijke snoek te pakken in de finale. Maar die jongens die zien we echt al sinds 2018, dus toen zij wereldkampioen werden als de crew to beat. Ja. Ja. En wat bedoel je? De race is natuurlijk 400 meter onderweg, of 300-400 meter onderweg. Op dat moment maakt Dirk een mishaal. Hoe voel je dat in de boot? Ik zie opeens een riem langs zij komen. En voor die jongens voor mij voelt het alsof de boot opeens een zandbank in vaart of zo. Enorme verstoring van het ritme en de snelheid. En ja, het voel je in alles. Balans, dus je boot trekt helemaal weg. Dus echt alles op alles moeten zetten om dat weer bij te schaven. En klinkt er dan heel even krachtwoorden of krachttermen? Of blijft iedereen in zijn taak en is het meteen een kwart seconde later gewoon weer go? Echt gewoon terug naar waar we mee bezig waren. Het doel, het roeien, focus op het roeien. Merk je dan, want ik heb die race nog terug zitten kijken. Als je dan kijkt, de Italianen die slaan inderdaad een snoek. En de Australiërs ook. Australiërs ook, ja. Gluur je af en toe natuurlijk een beetje naar links en een beetje naar rechts? Of mag je niet gluren omdat het weer onbalans brengt in de boot? Nee, het is juist mijn taak. En als ik het een beetje verzaak, dan is het aan Dirk. Om dan toch nog even te zeggen van hoe het ervoor staat. Maar dan zeg ik, rond de 1000 heb ik gezegd van het kan nog of zo. Ja. Of we liggen ernaast. Toen bij de 1250, we liggen ervoor. En toen bij de 1500 kon ik zeggen voor goud. En dat was dus voor de jongens helemaal niet het moment om harder te gaan werken. Maar juist van niet nog een keer snoek slaan. Want het water richting de finish was echt verschrikkelijk. En twee races na ons was de halve finale van de lichte mannen dubbel 2. En daar is gewoon medaillekandidaat is daar omgeslagen door het slechte weer. Dus ja, het was echt een absurde finale dag. Okay. Heb je nog wel adem over om dat soort commando's te geven? Nou, dat gaat echt in twee woorden. Dus dat gaat prima. Gewoon op uitademen, komt het er wel uit. Ja. En dan uiteindelijk is het natuurlijk tuut en dan kom je als eerste natuurlijk eroverheen. Enthousiasme. En dan uiteindelijk ga je naar het vlot en krijg je natuurlijk die medaille omgereikt. Ja. Of blik, zoals jullie dat dan noemen. Geen medaille. Dit is een medaille. Dit is een medaille. Dus de blikken, dat is voor de wedstrijden in Nederland. En een medaille, dat haal je op internationale toernooien. Oké. En dan sta je natuurlijk met het mondkapje op en dan moet je het Wilhelmus zingen. Heb je hard mee gezongen? Nee, niet heel erg. Ik heb een beetje meegemompeld, denk ik. Maar dus de hele situatie met corona daar was ook niet echt best. Dus je zit voor een tribune vol met fotografen en ergens in de verte zie je Pieter van de Hogeband springen omdat hij zo gelukkig is dat het gelukt is. En dat is dan een beetje het publiek waar je het voor moet doen. Ja. Je hebt eerder gezegd, toen wij jou eerder interviewden of toen je bij een bijeenkomst was, op terugblik op Tokio, dat je zei ik heb wel meegedaan aan de Olympische Spelen, maar ik heb de Olympische Spelen niet meegemaakt. Ja. Is dat wat steeds meer bevestigt voor jou dat je misschien moet doorgaan naar Parijs? Het is niet meer een bevestiging geworden. Het zit nog steeds een beetje in het grijze gebied.
Ja, ik weet het nog niet. Ik weet nog steeds niet of ik dus door wil of dat de reden zou zijn. Ja, want welke verhalen krijg je mee van je andere drie bootgenoten die wel in Rio erbij waren of volgens mij ook wel eentje in Londen erbij was? Nee, uiteindelijk niet in Londen. Maar dus misschien als reserve, maar toen niet meegegaan. Dat zou kunnen. Okay. Maar goed, het antwoord op de vraag. Ja, nou ja, dus dat je als sporter, als je klaar bent, en dat is met het roeien echt heel leuk, dat je superveel tijd hebt om bij andere sporten te zijn en daar aan te moedigen en het Olympisch dorp een beetje te ontdekken en sowieso de stad waar je in zit. En ja, dat kon nu niet. Dus dat is ja, wel echt heel jammer. Ja, oké. Okay, nou goed. Wanneer maak je die keus wel om te beslissen of bekijk je het jaar voor jaar, zeg maar, hoe het gaat? Nee, ja, ik heb... nu gezegd dat ik tot september in ieder geval doorga met het roeien en dan de WK ga roeien. Maar dat is voor mij persoonlijk en voor de andere jongens zal het weer heel anders zijn. Ja. En dat ik dan beslis of ik dus nog die 2 jaar naar Parijs doorga of dat ik het daarvoor gezien hou. Ja. En je bootgenoten, hebben die al een keuze gemaakt om nee, tot september volgend jaar door te gaan of langer door te gaan? Of zijn die nog bezig om een keuze te maken? Die hebben een iets minder commitment. Want die hebben gewoon studie, stages, co-schappen. Dus die zijn heel druk. En daarom zit ik hier ook in mijn eentje. Jij hebt niks, nee. ik ben een beetje aan het solliciteren, maar het gaat nog allemaal op een laag pitje. Nou ja, hartstikke fijn dat je tijd had om hier te zitten. Met ook nog bootjes op de achtergrond die binnenkomen. Oh, schitterend. Dank hiervoor. We gaan op 13 december gaan we het zien of jullie met de boot het worden. Of de damesboot of die gasten uit Zuidoost van Ajax. We gaan het zien. Dank hiervoor in ieder geval. Dankjewel.